Jorbe, gefeliciteerd. Je bent nu officieel over naar het eerste. Wat doet dat met je? Ja, het is natuurlijk een heel leuk gevoel. Ik had het al wel langer zien aankomen, maar nu is het officieel en het geeft wel een boost in mijn zelfvertrouwen. Ja, ja, snap ik. Ja, en je hebt natuurlijk je officiële debuut al gemaakt, 13 december. Ja. Je was een beetje kritisch achteraf. Ja. Waar kwam dat vandaan? Waarom was dat? Ik ben zelf nogal heel kritisch op mezelf. Dus dat is eigenlijk die reden. En het gevoel ook gewoon, ik had er een bal kunnen inschieten en dat doe je dan niet, dus dan ben je teleurgesteld. Dus dan mag je ook wel een beetje kritisch zijn. En hoe werd je opgevangen door de mannen? Ja, in het begin ga je ze wel een beetje testen, dus een beetje plagen en zo. Dus dat was wel even moeilijk. Hoe deden ze dat? Ja, gewoon met spelletjes of zo, of als je iets vroeg, gewoon een beetje onzin verkopen. Ja. Maar uiteindelijk, ja. Helpt je misschien te ontspannen? Of niet? Juist niet bij jou. Nee, bij mij niet. Ik ging er nogal, ik ben nogal iemand die veel nadenkt over dingen. Dus voor mij was het niet echt leuk, zeg maar. Okay. Maar uiteindelijk, dat hoort er ook bij. Ja. Een beetje testen, een beetje plagen. Een beetje ontgroening. Ja. Dus, merk je dan ook dat je hier in Nederland misschien dat ze dan sowieso directer zijn? Vind je dat dan lastig? Ja, dat wel. Ja, het is wat, hè? Hier, maar goed. We zijn er nu, maar ik neem je wel eerst mee naar de Academy, want we gaan daar even afscheid nemen. Ja. Kom mee. En dan mag je nu je spullen pakken en me even vertellen hoe dit avontuur is gegaan. 10 jaar PSV, dat is natuurlijk heel wat. Vooral heel leerrijk. Je zit hier al heel leven, dus je hebt wel verschillende dingen meegemaakt en zo. Veel vallen en opstaan, denk ik. Ja, dat hoort erbij. Ja. Kun je nog herinneren dat je dat het tegen je zeggen dat je naar PSV mocht? Ja, maar toen was ik heel jong. Ja. Ik was toen 7 of zo, of 8 of 9, ik weet niet juist meer. Maar toen werd ik volgens mij gebeld via mijn ouders. En toen kreeg ik te horen dat ik op gesprek mocht bij PSV en zijn we naar hier gekomen, mocht ik ook een training meedoen en eigenlijk na de eerste training kreeg ik al te horen dat ik mocht komen. Dus. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat dingen nog gebeurd wat minder leuk was. Je hebt ook heel wat blessures gehad. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was eigenlijk voordat ik mee naar Qatar ging op trainingstage had ik een hamstringblessure opgelopen. En toen is eigenlijk het allemaal beginnen met de ene spierblessure naar de andere en vooral mijn hamstrings. Dus dat was wel echt heel moeilijk. Ja. Mentaal ook. Om elke keer die mentaal, ja, het was elke keer terug fit worden en dan weer uitvallen. Dus mentaal was het wel best zwaar. Omdat je elke keer die tik weer krijgt van het binnen revalideren en het niet voetballen. Dus ja, dat was wel even een hele moeilijke periode. Ja. Wat heb je eraan gedaan om je staande te houden? Ja, mental coach gewoon. Dat heeft me wel heel veel bijgebracht. En dan gewoon zelf zo positief mogelijk te blijven en gewoon het doen waar ik mee bezig was. En dat was hard werken en uiteindelijk en uiteindelijk sta je hier. Hard works bij jezelf, hè? Ja. Ja, pak nog even de laatste spullen, dan gaan we sowieso afscheid nemen. Ja. Hey. Hey. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ja, ik wil even iedereen een goede dag zeggen. Moet je het hier doen, hè? Ja. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Ja, maar even verdiend ook. Dankjewel. Gefeliciteerd. En bouwen we rustig verder met jou. Nou, dat waren heel wat om afscheid te nemen, maar wie hebben nou echt veel voor jou betekend in jouw loopbaan? Ja, vooral trainer Ruud. Want in het tweede seizoen zelf ben ik dan eigenlijk begonnen met mijn blessures. En dat was dus een heel moeilijk jaar om af te sluiten. En dan ben ik richting Jong PSV gegaan. En dan met mijn blessures hebben vooral Jermaine en Twan heel veel mij bijgebracht. Omdat ik dus met blessures liep en hun hebben
heel veel gedaan met revalideren en zo. Dus, ze zijn belangrijk voor je geweest. Ja, ja. Heel belangrijk. Is het dan ook een emotioneel afscheid? Ja, toch wel, maar ik weet dat ik ze nog ga zien, dus ja, op zich valt nog wel mee. Ja. Ja. Ik ga je afzetten. Ja. Ja, kom. Dat is goed. En dan toch het populaire laantje. Dan wil ik je toch vragen wat de mooiste herinnering was aan de jeugd. Moeilijk, want je zit er al zo lang. Maar ik denk dat een van de hoogtepunten toch wel de kampioenswedstrijd op de hertgang tegen Ajax. Waar dat ik dus een heel mooie goal maak. En waardoor dat we ook kampioen worden. Dus ja, ik denk dat dat wel een van de mooiste momenten was op mijn carrière. Ja. Nou ja, mijn mooiste moment voor jou was toch wel het keepersgeval. Ja, ja, dan natuurlijk ook. Ja, ja. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar ja, het blijft nog steeds wel bij. En heb je een bijnaam gekregen, penalty killer of zo? Of nee, dan niet echt. Oh, nee. Nee. Nou goed. Hey, ik wens jou heel veel succes. Ja, dankjewel. Het zijn mooie jaren geweest. Ja. Ik ga je nu afzetten. Ja. En dan begint het echte leven. Ja, als een profvoetbal. Ja, als een profvoetbal. Ja. Welkom. Veel succes, vriend. Dankjewel. Zorg dat je fit blijft. Ja. Ik ga maar kijken waar je zit, hè? Maar dat weet je wel. Hè? Dus, ja. Top. Okay. Ik ga ballenjongen af zijn. Deze zijn voor jou. Goed, ja. Heel veel succes. Dankjewel. Zet hem op, hè. Laten zien. Komt goed. Succes ermee. Doei. 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 Ik heb alles meegenomen van de. Ja. Ik heb alles bij. Ja. Dus ik kan hier blijven zitten. Ja. Ik ben ook nog op de.